Het is 7:30 inmiddels en ik hoop hierbij de vergadering van de Raad. Het is een wat merkwaardige raad voor degenen die thuis meekijken. Iedereen van harte welkom, raadsleden, meekijkers thuis. Het is een wat merkwaardige raadsvergadering. Gisteren hadden wij een raadsvergadering waarbij ik moest constateren dat het quorum niet aanwezig was. Dat betekent dat je een volgende vergadering kunt uitschrijven binnen of na 24 uur na de vorige vergadering met exact dezelfde agenda en die ligt nu voor. De reden om deze manoeuvre te doen is gelegen in het feit dat we te maken hebben met het coronavirus en zo weinig mogelijk willen bewegen. Zelfs een raadsvergadering moet daarvoor op een andere manier georganiseerd worden. De vorige vergadering die begonnen wij met het niet schudden van handen toen. En dat voelt alweer als een hele tijd geleden. En je merkt dat in die tussentijd er enorm veel maatregelen genomen zijn en je met elkaar gekomen bent in een soort nieuwe werkelijkheid. Waarvan we met elkaar ook nog niet weten hoe dat gaat worden. Wat betreft de democratische legitimatie van de Raad, die blijft natuurlijk. Die blijft toezicht houden op datgene wat het college doet. Inmiddels heeft de Eerste Kamer ook een digitaliseringswet aangenomen, waardoor het mogelijk gemaakt wordt om ook digitaal te vergaderen en zelfs digitaal te stemmen. Wellicht biedt dat mogelijkheden, daar gaan we het straks in het presidiumverband over hebben in ieder geval. Dit als intro. Ik hoop dat u allemaal gezond bent. We hebben in ieder geval de 1,5 meter in acht genomen op alle fronten, dus daar kan wat dat betreft niks mee gebeuren. De actuele vragenronde. Er zijn geen vragen ingediend. En dan kom je bij de vaststelling van de agenda. En ik heb begrepen dat een van de fracties of twee van de fracties het bespreekstuk bestemmingsplan Sibculo zou willen promoveren of degraderen tot een hamerstuk. Is dat zo? Ja, voorzitter, dat is juist. Voor mijn fractie is er geen noodzaak meer om dit nog als bespreekstuk te laten staan. Dus wat mij betreft kan dit een hamerstuk worden. Dan hebben we, als u daarmee akkoord bent, als zodanig besloten. Geldt voor ons ook. Geldt u ook? Ja, dat is akkoord. Dan is dat een hamerstuk geworden. Dan spreekrecht. Ja, daar kan deze keer geen gebruik van gemaakt worden. Maar is uitbundig gebeurd, in ieder geval tijdens de O-ronde. En die heeft niet voorbij kunnen dragen aan het besluit wat wij gaan nemen nu. De besluitlijst van de vergadering van 10 maart, die zou ik willen vaststellen. Is dat akkoord? Kunnen die afvaststellen met elkaar? Dan is dat gebeurd. Komen we bij de hamerstukken. Het eerste is het bestemmingsplan Sibculo. En ik kan me voorstellen dat een van u daar een stemverklaring over wil afleggen. De heer Bos over. Ja, voorzitter, dank. Voorzitter, in de O-ronde al veel over gewisseld. Maar aangezien de werkwijze van bomen kappen en daarna een bestemmingsplan krijgen, vinden wij principieel verkeerd. En daarom zullen wij, en mede door steekhoudende zienswijzen, zullen wij tegenstemmen. Ik kijk rond of er andere stemverklaringen zijn. Dat is niet zo, dan breng ik het voorstel in stemming. Ga ik even rond. Voor. 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 Tegen. Voor. Voor. Dan concludeer ik dat dit voorstel aanvaard is. Dan komen we bij het ongewijzigd vaststellen van bestemmingsplan buitengebied Hardenberg, Gramsbergenweg. Iemand daarover een stemverklaring? Dat is niet zo, dan breng ik een stemming. Hetzelfde rondje. Voor. 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 Dan is ook dit voorstel aanvaard. Dan bestemming van buitengebied Hardenberg, Stuurdijk 1, Marienberg. Iemand stemverklaring? Nee, dan doen we hetzelfde rondje weer. Voor. 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 Dan is ook dit aanvaard. Dan het laatste stuk, dat is, als het om bestemmingsplannen gaat, vaststellen bestemmingsplan Marienberg, Stationsweg 16. Iemand stemverklaring? Nee, dan doen we hetzelfde rondje. Voor. 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 Dan is ook dit voorstel aanvaard. Lijst van ingekomen stukken, daar opmerkingen bij, of kan die vastgesteld worden? Is dat akkoord? Iedereen daarvoor. Rondvraag, dan ga ik voor het gemak is rechtsom, voor u links, ChristenUnie, CDA, VVD. Ja, voorzitter, ik overval u ermee en ik bedenk het zo ineens. Maar zou het geen idee zijn dat deze vergadering toch buitengewoon snel afgelopen is, vanwege onder andere de prikkelende zaak corona, dat u ook een kleine update geeft in deze vergadering, zodat mensen thuis dat ook kunnen zien? Ja. Ik geloof dat best wel veel behoefte daarin is. Ik overval u ermee, dus u zegt van nou, ik wil het niet, maar als handhaver van openbare orde en veiligheid is het wellicht aardig om even kort de hoofdzaken hier in deze vergadering hebben te maken, zodat het ook openbaar is. Uit losse pols, ja. Gaan het uitstekend. Ik kijk even rond. Nee? Ja, dat ga ik te doen. Het is inderdaad, ik begon erbij met de introductie. Een merkwaardige tijd natuurlijk. Een tijd die op vele indruk maakt, in ieder geval een enorme impact heeft. Impact die de duur van het lijden onder het virus, om het zo maar even te noemen, te boven gaat. We hebben een eerste fase achter de rug waarbij je merkt dat er allerlei maatregelen genomen moesten worden. Het stilleggen van de horeca. Ik noemde al, we gaven elkaar geen hand. Hè. Dus in het gedragsverkeer was het al wat veranderd. Maar de horeca is stilgelegd, scholen stilgelegd en dat ging zo door. Maatregelen ten aanzien van recreatieparken, noem maar op. We hebben de indruk, het gaat allereerst om een infectieziekte A, hè, zoals die heet. Dat betekent dat er sterke sturing is vanuit het Rijk. En de voorzitter van de veiligheidsregio, dat is mijn voorganger Peter Snijders, eigenlijk het meest bevoegd gezag is. In een grip 4-fase, zoals het heet, een grensoverstijgende gemeentelijke kwestie. En daar ligt een zwaar accent. Dus vanuit die hoek worden de meeste maatregelen getroffen. Dus ook een noodverordening die ruimte geeft aan handhaving waar dat nodig is. Het belangrijkste is eigenlijk, en dat gaf ook de minister-president in diverse speeches aan, dat je kunt dingen afdwingen, maar het gaat om het gedrag. Ik vond dat Geert Mak dat bij een van de talkshows eigenlijk heel mooi verwoordde. Hij zei, er is eigenlijk sprake van de wijze waarop we nu omgaan in Nederland ten opzichte van andere landen, van iets wat hoort bij een volwassen democratie. Je hoort je verantwoordelijkheid te nemen. Je kunt niet achter ieder boom een handhaver of een politieagent zetten. Je zult met elkaar moeten doen. En het doel is om, zoals het maar heet, flatten the curve. Om het probleem van een overbevraging van de IC-capaciteit van ziekenhuizen, om die uit te smeren, uit te stellen en op zo'n manier het virus langzaam te laten doven. Dat gebeurt met deze maatregelen en met die intentie in ieder geval, die eis, die wens om die 1,5 meter afstand te houden, daar begint het mee. Daar zit een noodverordening zit eronder, die over alle gemeenten gelijk is in deze veiligheidsregio, die landelijk bijna unaniem is, maar hier en daar wat maatwerk heeft. En die biedt het kader om te handhaven daar waar het nodig is. Als het gaat om het handhaafkader, dan is in die lijn van Geert Makkert, zo maar even te noemen, die volwassen democratie, begin je met mensen te wijzen op het feit dat ze zich moeten gedragen volgens die 1,5 meter norm. Dat ging in het begin in Nederland best wel lastig. En dat is langzamerhand is dat wel weer tot een nieuwe werkelijkheid geworden. Dat zie je verbeteren. Daar waar dat niet gebeurt, daar begint de handhaving. Allereerst met het erop wijzen uiteraard, maar dan met een bekeuring. En die bekeuringen kunnen aardig oplopen voor bedrijven uit mijn hoofd op 4.000 euro. Volwassenen op een kleine 400 en minderjarigen, althans onder de 15 uit mijn hoofd, een 90 euro, 95 euro. En daar waar dat tekort schiet, zul je andere maatregelen moeten treffen. Dat hebben we op één punt moeten doen in Hardenberg. Dat is het stilleggen, het sluiten van de skatebaan. Omdat daar, ondanks alle stappen die genomen zijn, toch die 1,5 meter niet gerespecteerd werd. En mensen te veel bij elkaar kwamen en dat moet je niet willen. De vraag is even, hoe nu verder? En ik heb net vanmiddag een bijeenkomst gehad van de veiligheidsregio. Wij vergaderen met alle burgemeesters iedere week wel een keer. En dan ga je eens kijken naar het lange termijn. Je ziet het ook alweer bij de speech van de minister-president naar voren komen. Het is een ziekte waar we, als het gaat om de ontwrichting die die heeft in onze samenleving, nog wel een tijdje rekening mee zullen moeten houden. En afhankelijk van de ontwikkelingen hangt het ervan af of er meer maatregelen genomen moeten worden, of dat stapsgewijs misschien op sommige punten het iets soepeler kan. Daar valt nu nog niks over te zeggen. De termijn waarop dat ingaat is in ieder geval 28 april. En ruim voor die tijd zal het kabinet er iets van vinden op basis van de ontwikkelingen. En daar via de veiligheidsregio's dat met elkaar bereiken. Wat als gemeente doen is toch vrij fors. We hebben binnen ons college besloten een gezamenlijk beleidsteam B&W te maken. Dat betekent dat de beleidsmaatregelen vanuit openbare orde, et cetera, maar alles wat rond dat virus plaatsvindt, ook die setting besproken wordt. En je ziet dat heel veel van de thema's die van belang zijn, plaatsvinden in de agenda's, in de portefeuilles van de individuele wethouders. Ik hoef ze niet allemaal op te sommen, maar denk natuurlijk aan de vakantieparken, zoals ik dit dan noemde. Maar ook kinderen die thuis moeten blijven van school. Hoe ga je om met kinderen die niet makkelijk aanhaken bij de lessen die thuis gegeven worden? Hoe ga je om met mogelijke escalaties in huiselijk geweld? Hoe ga je om met, doen we tot met de eigen processierups aan toe? En daar ben je als college nog aardig druk mee. We zijn heel druk geweest door die eerste fase met het nadenken over hoe regelen we de zaak in. Hoe gaan we de maatregelen zoals die noodverordening staat in praktijk brengen. En dat is best wel ingewikkeld, omdat die maatregelen ook niet... ze zijn wel eenduidig, maar daar zit altijd wat zone omheen met interpretaties. En hoe smart je het ook probeert te definiëren. Er is altijd iemand die zegt, ja, maar mijn situatie, als ik nu dit of als ik nu dat. Dus dat vraagt het nodige en daar is onze lijn eigenlijk van die verordening is helder. Maar je hebt ook je eigen verantwoordelijkheid in het licht van die 1,5 meter afstand. En wees daar ontzettend terughoudend in als het gaat om onnodig verplaatsen, et cetera. We komen nu in een fase waarin we wat verder uit gaan kijken. Waarin we gaan kijken van hoe ga je dingen inregelen. Je ziet dat vanuit rijksniveau ook al gebeuren. We hebben natuurlijk vanavond noodmaatregelen moeten treffen als het gaat om het vergaderen met elkaar. Maar inmiddels heeft het Rijk ook een wetje door de Kamers geloodst, waarin het digitaal vergaderen mogelijk wordt. Nou, dat is zo'n ding, dat heeft te maken met inregelen, wat wellicht van belang is, als je ervan uitgaat dat die maatregelen in ieder geval niet in volle omvang per 28 april afgeschaald zullen worden. We zullen daar nog, denk ik, voor een langere periode mee te maken krijgen en houden. Op diverse manieren. Ik denk allereerst als het gaat om de feitelijke maatregelen zoals die genomen zijn. Er wordt natuurlijk gekeken van waar zou het wat losser kunnen en waar moet het misschien wat strakker. Dat heet dan zo mooi het knopjesmodel vanuit Engeland. En tegelijkertijd zal je als het gaat om de wijze waarop je met elkaar contacten hebt, die restricties nogal langer blijven voeren. Zolang er geen antistoffen zijn, geen medicijn is of geen vaccin of wat dan ook, dan gaat het nog wel even duren. Het is iets wat in ontwikkeling is, algemene zin. Wat mij erg aansprak in de woorden van de minister-president is waar hij zei, wij moeten met 50% kennis 100% besluiten nemen. Nou, als raad sta je natuurlijk bij die besluiten op een zekere afstand. Het is gewoon crisismanagement wat je doet. Daarvoor komen we natuurlijk bij u terug om daar met u over te praten. Heb je de goede dingen gedaan? Maar weet dat dat inderdaad ook het geval is. Het is soms wat fluiten in het donker, om dat zo maar even te noemen. Kijken hoe het eruit ziet en dan proberen en komen tot iets wat in ieder geval ervoor zorgt dat die corona zich niet verder uitbreidt. Als je kijkt naar de volle omvang van de epidemie, dan zie je dat Brabant natuurlijk als eerste getroffen is. Dan lijkt het nu al over zijn hoogtepunt heen. En in algemene zin leidt dat weer tot een aantal best practices. Daar is weer van geleerd hoe je met dingen om moet gaan. Het geldt voor West-Nederland nu en het geldt voor ons ook in Oost-Nederland. Hoe het virus zich zal ontwikkelen en hoe de situatie zal ontwikkelen, dat is best ingewikkeld om dat nu te voorspellen. Dat kan ik niet, dat kunt u niet en dat kan eigenlijk niemand. Je kunt alleen hopen dat de maatregelen die getroffen zijn, dat die een effect hebben. En dat ertoe leidt in ieder geval dat de curve flattened is, om het zo maar eventjes af te sluiten. Ik kijk even rond of dat leidt tot vragen. Nou, voorzitter, dank. Maar als ik nog mag, het is natuurlijk een rondvraag, dus niet ongebruikelijk, maar wellicht... want er zijn toch een aantal dingen die ik hoor, die veel mensen toch bezighouden, is de vraag hoe het zit met de capaciteit van onze ziekenhuizen, of dat nog voldoende is, en ook hoe de status quo is binnen de verzorgingstehuizen. En ik ben heel benieuwd naar de stand van zaken ter zake de ondernemers hier, hoe het zit met de continuïteit daarvan. En of wellicht ook voor de gemeente uit, hè, daar waar het gaat om bouwvergunningen, want daar wordt nog wel volop gebouwd. Of ondanks de gedeeltelijke lockdown hier in het gemeentehuis daar wel fors de vaart achter zit. Dat wat er kan gebeuren in ieder geval ook gebeurt. Ja, met het laatste beginnen. Dat is een best een lastige vraag. Ik kan er niet op alle details antwoord in geven. Ik merk wel dat wij nog steeds een vrij goed gevulde agenda hebben als college. En dat betekent ook dat er in uw richting van de raad al een stuk of 10 stukken klaar liggen om uw kant op te gaan, daar een oordeel over te geven. Dus in die zin is het goed als wij als raad ook weer kunnen vergaderen en stukken kunnen aftikken, kunnen bespreken en daarover kunnen besluiten. Op individueel bouwvergunningniveau vind ik het lastig om daar iets van te zeggen. Ik ga er vanuit die processen gewoon lopen, ook vanuit huis. En dat valt me niet tegen, moet ik zeggen. Met Zoom en met allerlei andere hulpmiddelen kunnen wij elkaar weten te vinden. En vinden heel veel processen gewoon plaats en veel gesprekken vinden plaats. Dus in die zin zit de vaart erin. Als ik kijk naar het ziektecijfer, dan valt ook dat nogal mee binnen de organisatie. En men is erg gemotiveerd om het werk gewoon voort te zetten. Dus weet dat in ieder geval een punt van dat er naar gekeken wordt. En tegelijkertijd moet je vaststellen dat het wel erg zal gaan stokken wellicht. Het is een andere omstandigheid, je werkt niet zoals gebruikelijk. Dus er wordt alles aan gedaan om de dienstverlening op een zo goed mogelijk peil te houden. Tot dusver lukt dat ook. Maar je weet ook niet wat er gaat gebeuren als onverhoopt het ziekteverzuim enorm zou gaan pieken bijvoorbeeld. Dat zijn van die continuïteitsvragen. Wat betreft de ziekenhuizen, ons eigen ziekenhuis heeft er niet te lijden met een tekort aan capaciteit. Er is ook centrale sturing op, zo langzamerhand. De afgelopen weken is die in werking getreden, dus er vindt een spreiding plaats van patiënten. En tot dusver kan men het aan. Wat betreft de verzorgingshuizen, de VVT-huizen, daar heb ik wel zorg, omdat misschien daar de situatie niet zo ernstig is als in sommige andere delen van het land. U weet, ik woon in Hattem en ik heb ervaringen net over de grens in Heerde en aan de andere kant in Hasselt. En dat zijn schrikbarende cijfers. Die heb ik hier niet gehoord. Maar daar waar men met elkaar toch een beetje opgesloten is in een bepaalde setting, waar het heel moeilijk is om contact te hebben, los gelukkig van alle hulpmiddelen die we hebben, maar waar je bezoek niet meer kan komen, waar je zelf niet meer uit kunt zo makkelijk, waar vrijwilligers, verwanten, et cetera, het werken en het aanwezig zijn moeilijk gemaakt wordt, noodgedwongen, het kan niet anders. Daar gaat voor mij in ieder geval dat maakt wel een indruk op je. Dat zijn dingen waar het ook heel diep ingrijpt in het persoonlijk leven van mensen. Wij kunnen hier en daar nog eens een keer we hebben ons werk, we kunnen dingen doen. Maar daar waar het niet het geval is, daar gaat voor mij betreft heel veel medeleven naartoe. En van iedereen, denk ik. Voorzitter, mag ik een klein procesvoorstel doen? Dat mag. Of misschien wel een orde. Voorzitter, orde kan altijd. Ja. Die gaan voor, ik besef dat het een rondvraag is, maar juist daarom denk ik, ik snap heel goed wat de heer Gelling doet, want we zijn natuurlijk allemaal nieuwsgierig, denk ik, hoe het in onze gemeente gaat. Maar wellicht is het een idee om ook de volgende vergadering de andere fracties de gelegenheid te geven om de vragen te stellen die zij hebben, om gewoon dit punt op de agenda te zetten. Ja. Zodat want voorlopig zullen we helaas nog met het virus te maken hebben. En zal het over een week of twee vermoed ik ook nog actueel zijn. En bovendien heeft dan het kabinet ook net een uitsluitsel gegeven over de maatregelen wel of niet verlengen en dat soort zaken. Maar dat we het voorlopig op de agenda houden en dat we er dan een soort open vragenronde over kunnen stellen. Ja, dat lijkt mij niet meer dan logisch. U controleert het college ook. Doe dat met enige clementie, zou ik zeggen, want wij we doen ons best, maar er zal best daar iets mis kunnen gaan. Zeker als het gaat om de formele verhoudingen tussen college en raad. Maar dit is crisistijd en dat gaat dan ook voor. Ik stel voor dat we inderdaad dat punt invoegen. En als u vragen van tevoren ook toezendt, dan kunnen we daar misschien iets dieper op voorbereiden. Dat lijkt me zonder meer het voorbereiden waard. Hierbij laten. Wij waren bij de rondvraag. En ik wil nu overgaan tot sluiting. Ik doe dat onder dankzegging en tegelijkertijd een beetje over uw hoofden heen naar degenen die thuis meekijken. Ik wens u allen een heel gezond Pasen toe. Neem ik aan, mijn telefoon die sputtert. Ik wens u allen heel veel gezondheid. Zorg voor elkaar. Ga ook eens langs bij mensen waarvan u dat niet onmiddellijk in de agenda heeft staan. Zie om naar elkaar. Daar hebben wij een traditie hoog te houden in dit gedeelte van het land. En wat ik eigenlijk nog vergat in mijn opsomming net van alle dingen die op je pad komen, is dat je tegelijkertijd, dat is iets wat erg warm maakt, zo ontzettend veel mooie initiatieven ziet vanuit die samenleving, waar men inderdaad die zorg voor elkaar draagt, bij elkaar op bezoek gaat, initiatieven neemt. En dat is weer een van de wellicht mooie, warme dingen van de ellende waar we met elkaar in zitten. Ook dat gebeurt. En ik wens u allen veel gezondheid en we hopen elkaar terug te zien in die goede gezondheid bij een volgende vergadering.